Even dingen voeren. Nou, Meo, fijn dat je er bent. Hoi. Hoe is het verder met je? Ja, gaat goed. Beetje ziekjes, maar voor de rest een beetje thuis zitten. Een beetje aan school zitten. Oké, okay. Gaat goed verder met school? Ja, gewoon prima. Alles op schema. En voor de rest lekker relaxen. Fijn, oké, okay, goed. Hey, fijn dat je meedoet aan deze opdracht. Ja. Volgens mij kan ik jou ook ergens mee helpen, want wat is de reden dat je, waar ik jou graag mee kan helpen? Ja, nou eigenlijk sinds de corona is begonnen ben ik best wel wat aangekomen. Ja. En dat wil ik eigenlijk eraf hebben, heel kort gezegd. Oké. Dat is geen probleem. Even tussendoor, ik schrijf wat gegevens met je, wat gegevens mee, de dingen die je zegt. Vind je dat oké? Okay? Ja, dat vind ik gewoon prima, joh. Komt goed. Oké, maar je zou graag wat af willen vallen, want je bent wat aangekomen door het binnenzitten, door de coronacrisis. Ja. Hoeveel zou je willen afvallen dan? Nou, ik woog altijd eigenlijk onder de 90 kilo. Ja. Yeah. En nu weeg ik momenteel 93. Ja. Dus ja, voor mij zal het mooi zijn om in ieder geval onder die 90 te komen. Ja. En alles wat we meenemen, dat is gewoon mooi meegenomen, vind ik. Oké. Dus je wilt eigenlijk gewoon weer onder die 90 kilo komen. Dat is het belangrijkste doel voor jou. Ja. Oké. Nee, duidelijk. En wat is jouw motivatie op dit moment om af te vallen? Ik vind het best wel lastig nog. Ik merk bij mezelf dat ik vooral eet uit verveling. Dus als ik bijvoorbeeld de hele avond thuis zit en ik noem eens, ik zit een filmpje te kijken, dan neem ik liever een zak chips naast me, omdat je toch wel iets te doen hebt. Ja. Maar ik weet wel dat ik het, als ik er eenmaal voor ga, dan gaat het ook wel weer lukken, zeg maar. En als je jezelf een motivatiecijfer moet geven op een schaal van 1 tot 10. Waar zou je dan staan? Met de 10 natuurlijk het meest motiverend. Zo, ik wil even nadenken erover hoor. Ik denk toch wel nog een klein zesje nu hoor. Een zesje, oké. Ja. Zesje. En hoe omschrijf je dat zesje dan? Want hoe ben je op dat zesje gekomen? Ik zou er op zich wel voor willen werken. Ook misschien uit mezelf, maar ik vind het best wel nog moeilijk om mezelf er naartoe te zetten. Ja. Ik weet van binnen wel dat ik het kan, zeg maar, en weet dat ik weet wat ik wil, zeg maar. Ja. Dus ik vind het dan, zeg maar, niet 5 jaar, want dat vind ik, zeg maar, een soort van onvoldoende. Dus vandaar net een klein zesje. Dus het kan veel beter. Als ik het echt zou willen, zeg maar. Oké, en hoe zouden we kunnen komen tot een 8 bijvoorbeeld? Wat heb je daarvoor nodig? Ja, ik denk toch even van een goede coach hebben. Of een goede voedingsconsult. Ja. Yeah. Dat je toch wel een beetje de stok achter de deur hebt. Stel je hebt een soort van die verplichte consultaties waar je heen moet gaan. Dan werk je naar een doel, zeg maar. Nu zit ik gewoon op de bank en ik eet een zak chips weg. En ik heb eigenlijk in mijn achterhoofd wel van ik wil afvallen. Maar niet echt op voorhand, zeg maar, een doel van ik moet binnen een week moet ik dat kwijt zijn. Of binnen een maand moet ik zoveel kilo kwijt zijn. Dat heb ik, zeg maar, nog niet voor ogen nu. Oké. Dus het is, je vindt het lastig omdat je nog geen specifiek doel hebt. En eigenlijk geen stok achter de deur hebt. Dat je dan, daardoor is je motivatie eigenlijk een stuk lager. Ja, eigenlijk wel. Ja. Oké. Duidelijk. En je had net al over van je eet wat uit verveling, je eet wat te veel. Weet je nog meer waar het door komt dat je zo bent aangekomen? Dus heb jij zelf een bepaald inzicht over hoe je tot dit gewicht bent gekomen? Ja, ik denk het wel. Ik sport hiervoor altijd 5 keer tot 6 keer per week was ik in de sportschool te vinden. Ja. Dus dat viel natuurlijk weg. En wel daarvoor ging ik eigenlijk wat meer eten. Dus ik denk een beetje de combinatie tussen dat je niks te doen hebt. Dus dat je echt op je lui reet zit. Ja. Als ik het zo mag noemen. Ja. En het extra eten, zeg maar. Oké.
Dus eigenlijk door het wegvallen van die sportschool en pure verveling ben je eigenlijk meer gaan eten. Ja. En natuurlijk denk ik daardoor ook een ander ritme gekregen. Want ik zit ook vanuit thuis, moet ik mijn studie volgen. Dus je Ja. kan het zelf bepalen van hoe laat sta je op. Eet je bijvoorbeeld nu je ontbijt en dan over een uurtje alweer je lunch. Je hebt totaal geen ritme, zeg maar nu. Oké. Of in ieder geval, ik heb. Mis je dat, die ritme? Ja, zeg maar op een normale dag, wanneer buiten deze coronacrisis om, wist je gewoon, dit eet ik voor ontbijt. En dan ga ik lekker sporten en dan neem je bijvoorbeeld iets van eiwitten daarna. Dat was allemaal standaard. En nu is het zo van, ja, je sport niet meer, dus wat eet je dan? Nou, toevallig heb ik croissantjes vandaag liggen. Nou, dan eet je een croissantje, weet je. Ja, Dat heb ik oké. nu. Duidelijk. Hey, en je leefsituatie, hoe ziet die eruit op dit moment? Bedoel je qua relatie of zoiets? Of, ook, maar ook, ja, woon je bijvoorbeeld samen? Ja, ik woon eigenlijk praktisch wel samen met mijn vriendin. We wonen in mijn moeders huis, maar we slapen wel elke dag samen, doen zelf boodschapjes, we koken samen. Dus op zich kan je wel zeggen dat we samen wonen. Oké, en heb je verder geen mensen die nog bij je in huis wonen? Nee, mijn moeder komt 1 keer per maand langs, maar we zijn echt met z'n tweeën voor de rest. Oké. En je beroep, heb je een beroep op dit moment of school? Ja, natuurlijk studeer ik nog. Ik zit in mijn derde leerjaar van het HBO. Ja. Naast mijn studie werk ik nog als een bijbaantje bij de sportschool. Daar zit ik achter de balie normaal. Alleen we zijn natuurlijk dicht. Dus we hebben nu wat andere werkzaamheden, zoals de club opnieuw indelen, natuurlijk met die 1,5 meter afstand. Ja. Natuurlijk alles schoonmaken. Dus we werken op zich nog wel een beetje door, maar wat minder uren dan normaal. Ik denk 1 keer per week, zoiets. En hoeveel uur is dat dan per week? Nu momenteel denk ik nog maar maximaal 4 uurtjes per week. 4 uurtjes, oké. Okay. Ja. En school? Daar besteed ik denk ik 2 ochtendjes aan. Dus dat laat ik zeggen een uurtje of 8 per week. Oké. Okay. Zoiets. Oké. En doe je verder nog dingen op de dag? Dus ja, hoe ziet je dagbesteding er verder uit dan die ochtendschool of werk? Ja, voor de rest ben ik een beetje te vinden. Ik ben een gamer, dus ik game best wel veel. Dan meestal eet ik samen met mijn vriendin avondeten. Dan kijken we meestal een filmpje nog of een serietje. En dan ga ik nog even wat verder gamen tot een uurtje of 12. En dan duik ik mijn bed in, ja. Oké. Duidelijk. Wat doe je op dit moment qua lichamelijke activiteiten? Ja, vrij weinig. Ik denk dat ik 1 keer per week nog wel buiten wandel met mijn vriendin. 1 keer per week sporten we ook nog wel. Bijvoorbeeld die dag dat we werken, sporten we meestal eventjes met elkaar een uurtje. Ja. En ik denk dat het enige is per week. Oh ja, wacht. En elke dinsdag zwem ik nog in de ochtend. Oh ja, oké. En hoe lang zwem je? Wat zei je? Hoe lang zwem je ongeveer? Ik zwem 3 kwartier. 3 kwartier, oké. Ja. En zijn er verder nog activiteiten? Denk aan hoe heet het, boodschappen doen bijvoorbeeld. Oh ja, dat doen we ook nog wel. Dat, even denken, dat doen we ongeveer 2 keer per week. En af en toe gaan we naar de stad of naar de markt om een lekker visje te halen. En dat doen we 1 keer per week. Oké. Oké. En als je de intensiteit moet omschrijven van het sporten wat je doet, wat voor cijfer zou je dat geven? En dan vooral in de sportschool bedoel je dan? Ja, maar ook met werk. Dus als je het over de hele week bekijkt, wat zou je jezelf geven qua intensiteit? Ja, ik denk dat best wel zwaar. Ik denk wel echt wel een 8, denk ik hoor. Een 8, oké. Ja. Dat is vooral, als ik kijk bijvoorbeeld naar vanochtend, heb ik ook gezwommen.
Dan is het echt gewoon baantjes blijven zwemmen. Dus gewoon geen ene moment van rust. Ja. Als je kijkt naar de sportschool, die één keer per week sport wat we met elkaar doen, dat is ook gewoon lekker doorgaan. Want je hebt maar een uurtje om te trainen. Wandelen, dat doen we gewoon lekker op een hoog tempo. Ja. En ja, boodschappen, dat doe je natuurlijk lekker gewoon normaal. Oké. Okay. Je dieetgeschiedenis, heb je al eens een dieet geprobeerd? Meerdere. Meerdere, oké. Ja, niet echt speciale diëten, maar ik heb wel zeg maar gewoon een fitnessdieet gevolgd van dat kutten en bulken, zeg maar. Ja. En binnen dat bulk heb je natuurlijk, hoe noem je dat, lean bulk en dirty bulk of zoiets. Ja. En dat heb ik allebei gevolgd. Oké. Ik heb ook een tijdje een koolhydraatarm dieet gevolgd. Oké. Okay. Dat was het eigenlijk een beetje. Ja. Oké, okay, en hoe gingen die beide diëten je af? Ja, laat ik beginnen bij de koolhydraatarm dieet. Dat vond ik totaal niks. Oké. Okay. Want ik had constant honger. Ook al had ik gewoon genoeg andere producten zoals fruit of groente. Van die vullers, zeg maar. Ja. Ik merk gewoon bij mezelf dat ik echt wel iets van een bron van koolhydraten nodig heb op een dag. Om gewoon wat verzadigd te voelen, zeg maar. Ja. De dirty bulk. Ja, dat was op zich wel heel, heel lekker en vol te houden. Alleen, daar kwam ik wel extreem veel in vet aan. Dat merkte ik bij mezelf al. Ja. Dat lean bulken ging goed. Tot een bepaald moment. En toen had ik gewoon weer te veel. Dan had ik het niet meer in de hand en toen kwam ik ook weer te veel aan. Oké. En wat werkte dus eigenlijk totaal niet bij dat fitnessgebeuren, bij de fitnessdieet? Als je kijkt naar de twee extreemste vormen natuurlijk wel. Zou je dan ook zeggen dat dat je een beetje de... Ja, dat hetgeen is waarom het niet werkte? Dat het zo extreem was of niet? Ik heb hiervoor zeg maar ook nog een fitnesscoach gehad. Daar gingen we ook over sparren, over dit onderwerp. Ja. Qua dieet, voor mij vooral, als het echt heel lang duurt, dus dan moet je denken aan bijvoorbeeld een half jaar traject, dat vind ik heel moeilijk om vol te houden. Ja, oké. Want voor mij verveelt het heel snel, dus dan is weer elke dag hetzelfde. Dat verveelt mij heel snel. Ja. En als je dan denkt aan het extreme, dus bijvoorbeeld een koolhydraatarm dieet, ik viel daar wel heel snel van af. Maar dat is ook best wel mentaal zwaar, omdat ik echt elk moment van de dag kan eten. Okay. Omdat je gewoon niet verzadigd was. Ja. Oké, okay, nee, duidelijk. Even dat opschrijven nog. Goed daar. Oké. En dan wil ik even verder naar wat gegevens van je lichaam. Dus je lengte en gewicht. Weet je toevallig wat je lengte en gewicht zijn op dit moment? Ja, toevallig heb ik deze week nog gemeten. Ik ben 1,76. En ik weeg 93 kilo. Oké, 93 kilo. En hoe oud ben je nu? Ik ben momenteel 24 jaar. Oké. 1,76 zei je? Ja. Oké. Weet je toevallig ook wat je BMI is in dat geval, of niet? Oeh, dat durf ik echt niet te zeggen. Weet je wat je BMI inhoudt? Want omdat je in de fitnessschool werkt, ik weet niet of je dat weet of niet. Ja. Toevallig had ik dat vorig jaar nog geleerd, joh. Oké. Okay. Maar ik durf niet te zeggen. Ik denk wel, zeg maar, voor mij was je grens op 25, moest je zitten. Ja. Dat was echt, zeg maar, de maxgrens. Ik denk dat ik daarboven zit, hoor, met mijn gewicht nu momenteel. Ja, je BMI is inderdaad nu 30 op dit moment. Ja. Dus dan ben je inderdaad te zwaar voor je gewicht. Maar daarbij moet wel worden gezegd dat je wel een flink hoeveelheid spiermassa hebt, als ik het zo hoor. Maar inderdaad onder die 90 kilo komen, dat zou dan wel heel mooi zijn. Inderdaad, kijk ik naar de gezondheidstoestand voor jezelf. Oké. Okay. Wat vind je er wel van die BMI? Wow, schrikken. Schrikken? Ja. Ik zat altijd zeg maar onder die 25.
Ja. En als je in één keer hoort dat je opeens bij de 30 zit, dat is best schrik. Ja, nou ja, weet je, de eerste stap is gemaakt door in ieder geval lekker met mij in gesprek te gaan en dit traject in te gaan. En ik weet zeker dat, dat het een heel mooi doel gaat zijn om onder die 30 te kunnen gaan komen. Dat we weer richting de 25 gaan. Dus dat komt vanzelf, dat komt echt wel goed. Ja. Dan wil ik even wat meer ingaan op je voedingsinname. Ja. Kan je maar voor mij eens uitleggen hoe een dag er voor jou ongeveer uitziet? Doe je echt een dag zeg maar, waar ik momenteel leef? Of, Nee, een dag qua voeding dan, sorry. Dus okay. Echt hoe het vanaf het moment dat je opstaat tot je gaat slapen eigenlijk. Oké. Oké, ik begin met mijn ontbijt. Dat is meestal of havermout of iets van kruisli. Ja. Dat neem ik gelijk op als ik opsta. Dat is rond een uurtje of 11. Dan heb ik meestal een lunch rond een uurtje of 2 uur. Ja. Dat is meestal iets van of een broodje met ei of een croissantje of een sausijzen broodje. Dus wel iets... wat ongezonder, als ik het zo mag noemen. Oké, okay, ja. Yeah. Avondeten, dat verschilt per dag. Maar wel, meestal wel iets van rijst of aardappelen als voor de koolhydraten. Ja. Yeah. Meestal kip of gehakt voor het vleesproduct, zeg maar. Ja. Yeah. En qua groente, dat verschilt. Dat is heel vaak wel groene groente, hoor. Dus broccoli of boontjes. Iets in die richting. Okay. Bak je ja. Dat ook nog in? Wat zei je? Bak je dat ook nog ergens in, die kip of gehakt? Ja, dat bak ik in een soort van bakspray. Zo'n 0 calorieën bakspray. Okay. Groente kook ik gewoon. En de rijst aardappeltjes, ja, dat kook je gewoon, zeg maar. Ja. Dat, we eten altijd rond 6 uur. Ja. Yeah. En daarbij drinken we ook altijd wel frisdrank. Alleen we zijn sinds kort overgestapt op seroproducten. Oké. Okay. En dat is meestal gewoon 1 blikje cola per avond, zeg maar. Oké, okay, dus dat is wel de cola zero. Ja, ja, ja. Ja, ja. De rest van de dag drink ik trouwens water. Ja. Dat heb ik mezelf aangeleerd. En als ik iets van zoetigheid wil hebben, dan neem ik altijd een soort van... ik weet niet of je dat kent, dat Slimpy. Dat is die siroop, zeg maar. Ja, die ken ik. Ja. Daar zit volgens mij ook geen calorieën in. Of in ieder geval geen suikers. Nou, dan gaan we naar de avond. Ja, dat is meestal wel iets van een snack. Of een half zakje chips. Ja. Of wat hebben we nog meer liggen? Ja, we hebben van die soort van brownie cakejes. Die je gewoon bij de supermarkt kan halen. Ja. En als je dan, dat eten we rond een uurtje of 8, 9. En net voor het slapen, dan eet ik wel nog iets van kwark. Oké. Okay. Wel wat minder gezonde kwark. Echt van die stracciatella kwark, waar echt wel wat suikers in zit. Oké. En even om terug te gaan op je ontbijt. Je zei havermout crusty, maar gaat er nog iets in van melk of doe je dat met water? Ja, wel melk. Volgens mij hebben we altijd halfvolle melk. Ja. En hoeveel melk gebruik je dan voor? Ik denk, voor mij stond op de verpakking. Voor mij stond op de verpakking voor mij 200 milliliter. Als ik 200 milliliter, oké. Okay. En even kijken, je lunch is dan een broodje ei, broodje met ei, een croissant of een sausijzenbroodje. Ja. Blijft dit bij 1 stuks, of niet? Ja, meestal wel op zich. Oké. Okay. En meestal dan bij ei, zeg maar, gewoon 2 boterhammen op elkaar. Oh, dat ben ik wel vergeten te vertellen. Altijd eet ik bij mijn eitje ook wel een plakje bacon. Oké. Okay. Dus 2 boterhammen... met ei en bacon en een gebakken ei? Ja, wel een gebakken ei, ja. En dat wordt weer in diezelfde spray gebruikt als je avondeten of niet? Ja, 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 die gebruik ik echt met alles. Oké, duidelijk. Dus eigenlijk, je ontbijt is dus havermout met halfvolle melk. Je lunch is vaak dan 2 boterhammen met ei en bacon of een croissant of een sausijzenbroodje. Ja. Je avondeten is vaak kip of gehakt. Dat maak je klaar in je pampspray of in je spray gewoon, die bakspray van je. Ja. Dit maak je met rijst en
broccoli of in ieder geval andere groenten. Je drinkt soms wat frisdrank bij. Tussendoor neem je wat chips of wat brownies, brownie cakejes. Yeah. En voor het slapen neem je kwark, die vaak iets met een stracciatella smaak of suiker gevuld in ieder geval, klopt dat? Ja, klopt. Oké, duidelijk. Ziet je weekend er anders uit dan je door de weekse dag? Ja, weekend ziet er wel meestal anders uit. Elke zaterdag halen wij meestal een visje op de markt. En dat is dan geen klein visje, maar wel gelijk 3 van die schoolvleesjes zijn ongeveer zo groot. 3 schoolvisjes, zei je? Ja, schoolfiletjes. Ja, oké. Ja. Dat is meestal dan mijn ontbijt en lunch, dus ik probeer het wel een klein beetje te compenseren. Maar natuurlijk is het gewoon gebakken, zeg maar. Oké. Zaterdagavond eten we al de pizza. Dat is onze standaard pizzadag. Zaterdag. Zaterdag, oké. Dat is meestal diepvries of vers. En als ze vers halen, is het meestal wel een grotere pizza. Dat moet ik wel zeggen. En zondag is een beetje hetzelfde als door de week, hoor. Oké. En wat eet je zaterdags tussendoor? Of eet je iets tussendoor? Ja, toch wel weer standaard dingen zoals een zakje chips weer. Of een brownietje of wat koekjes. Oké. Okay. Dus een beetje dezelfde tussendoortjes als die door de week staan. Ja, ja. Oké. En eet je verder niks op zaterdag? Nee, op zich niet. Ik zit redelijk wel vol door de visjes en de pizza. Okay. En die kleine snackies. Dus ik laat ook meestal mijn kwark liggen. Oké. Okay. En je alcoholinname? Ik denk 1 keer per 2 weken. En wat drink je dan? Ja, toch wel wat, wat biertjes, wat desperados. Ja. Oké, duidelijk. Dan wil ik eigenlijk verder eventjes naar hoe we dit traject gaan aanpakken samen. Wat we vaak willen is dat we een hoofddoel opstellen samen. Ja? Als jij het hoofddoel voor jezelf kon verzinnen, dus wat is het belangrijkste reden dat je hier aan meedoet, wat zou dat dan zijn? Persoonlijk dat ik gewoon een aantal kilo's afval en daarbij een soort van de stok achter de deur heb. Okay. Ik heb echt iemand nodig, zeg maar. En als je dat wat specifieker maakt, dus hoe is het, binnen welke tijd en hoeveel wil je afvallen? Ik denk een kilootje of 5. En ik denk een mooie periode zal zijn. Maandje of 3? 2 tot 3? Ik weet natuurlijk niet of dat gaat lukken, maar... Nee, dat maakt niet uit. We gaan altijd uit van hetgene wat jij zelf wil bereiken en niet van wat haalbaar is of niet. Oké. We hebben net al iets over een stok achter de deur. Wat verwacht je van mij als diëtist eigenlijk de aankomende tijd? Ik hoop eigenlijk dat je iets van wat tips kan geven of een voedingsschema kan geven. Ja. Dat ten eerste. En dat we een soort van contact kunnen hebben dat, om de voortgang verder te bekijken, zeg maar. Dus okay, ja. Of je nog steeds op schema zit. Of ik nog steeds afval en of we wat sneller contact kunnen hebben, dus bijvoorbeeld via de app als ik wat vragen heb over een product of zoiets, dat heb ik best wel vaak. Oké, dat is geen probleem. Dat is geen probleem. Dat heb ik eigenlijk bij alle cliënten. Als je hulp nodig hebt of zo, mail of app me gewoon. Als je heel wat vragen hebt, spaar ze dan liever op, zodat ik je in 1 keer gewoon goed kan helpen. Oké. Je moet natuurlijk niet voor elk klein dingetje een bericht sturen als het niet kan wachten totdat dan mag dat uiteindelijk wel. Dat is geen probleem. Is goed. Maar je wilt heel graag 5 kilo afvallen binnen 3 maanden.
Alleen wil ik graag van het hoofddoel wil ik, subdoelen maken. Dus hoe kunnen we tot dat hoofddoel samenkomen? Ik denk als we het dat we per week moeten kijken, denk ik. En dan dat we zoveel gaan afvallen. Ik zal blij zijn met een klein half kilootje per week. Als dat eraf vliegt, dan ben ik al helemaal tevreden. En hoe kan je komen tot die half kilo per week? Heel wat meer letten op mijn eten, denk ik. Ik denk vooral wat minder snacken. Ik denk ook de weekend gewoon niet te gek maken. En als we dan doorgaan dan minder snacken, hè? Hoe zou je dat als subdoel kunnen omschrijven? Dat vind ik nog wel heel lastig. Ik denk misschien in plaats van een half zak chips, misschien een klein kommetje of een handje met chips. Ja, wat we inderdaad zouden kunnen doen is bijvoorbeeld, dat zouden we inderdaad kunnen doen, dus de chips kunnen verminderen. Maar we zouden ook kunnen kijken naar dit, ja, per week kijken van oké, welk product eet jij wat misschien minder goed is of wat niet bijdraagt aan je doel. En dan misschien vervangen voor eten wat wel bijdraagt aan je doel. Waarbij we niet alles weglaten, dat hoeft niet per se. Maar dat we wel kijken van oké, hoe kunnen we het zo combineren dat je en nog steeds wat snacks kan eten, maar toch je lichaam kan voeden. Oké. Ja, ik weet niet hoe jij daar tegenover staat. Zo heb ik er nooit eigenlijk over nagedacht, maar ik sta er open voor en ik ben benieuwd gewoon hoe het gaat aanvoelen en gaan aanpakken. Dus om het dan eventjes concreter te krijgen, zouden we dan kijken van oké, per week een ongezonde snack vervangen door een gezonde snack. Ja, is goed. Gezonde snack. En dan kijken we van oké, van die ongezonde snack, wanneer kunnen we die wel nemen en hoeveel daarvan. Oké. En heb je nog een subdoel, of kan je nog een subdoel verzinnen waardoor die kilo's gaan afvallen? Want wat is nou echt wat zullen problemen zijn naast die snacks, als je nu kijkt naar je huidige lifestylepatroon, wat belemmert er op dit moment? Kan ik ook weer even zeggen? Ik denk dat ik alleen maar op mijn reet zit, joh. Oké, en hoe zouden we dat kunnen vertalen naar Ik denk dat ik gewoon, ik wandel gewoon 1 keer per week nu al. Ik denk dat ik misschien dat kan uitbreiden naar 3,5 uurtje of zo per week. Ja, dat zou kunnen. Hoe sta je zelf erover? Want je wandelt niet heel veel op dit moment. Nee. Is die stap niet te groot voor jezelf? 1 naar 3 keer? Nee, op zich vind ik het, als je eenmaal buiten bent, vind ik het wel heel leuk. Oké. En het moet natuurlijk wat lekker weer zijn. Oké. Ik ga niet zo snel wandelen in de regen, zeg maar. Oké, dus wanneer het mooi weer is, ben je wel in staat om 3 keer een half uur te wandelen per week? Ja, zeker. Hoe zouden we dat kunnen doen wanneer het regent, bijvoorbeeld? Ja, misschien thuis wat dingetjes doen, als dat lukt. Ja, wat zou je thuis kunnen doen? Nou, toevallig heb ik hier nog zo sportfiets of zo fitnessfiets staan. Oké. Misschien kan ik die ook weer uit de kast halen en gewoon even gebruiken. Als het regent tenminste. Ja, al doe je dat ook maar 3 keer een half uur. Hè? Je bent dan toch weer in beweging en dat draagt toch weer bij aan je gezondheid en aan je einddoel. Dus dat lijkt me wel een heel mooi subdoel om dat op te stellen. Dus dan zou het zijn, je komt meer beweging door 3 keer per week een half uur te wandelen. Of wanneer het minder mooi weer is, 3 keer een half uur te fietsen. Ja. Oké. Even lust uiten. Corona. De rode koorts, hè. ja, en dan wil ik eventjes naar je voeding en...
en hoe we dat willen gaan aanpakken en je dieetkenmerken. Ik heb wat afspraken staan op papier. Heb jij toevallig je e-mail bij, of niet? Ja, die heb ik hier voor mijn neus. Oké. Ik heb jou al een bericht gestuurd en dan ga ik even kijken wat document je erbij moet pakken. Zou je voor mij de regels fase 1 erbij willen pakken? Oké. Een momentje hoor. Ja, geen probleem. Yes, ik heb hem voor mijn neus. Oké. Nou, wat het is, is dat dit zijn vaak regels die ik meegeef aan cliënten om een beetje structuur te krijgen met eetpatroon. Wat je heel erg ziet bij jouw eetpatroon nu is dat je best wel weinig structuur hebt. Dus je de dingen die je eet, die eet je wel op bepaalde momenten, op vaste momenten, maar het zijn vaak ja, maaltijden die je niet heel erg voeden, waardoor je later op de dag weer honger gaat krijgen. Ja. Ik heb daar mijn eigen aanpak voor en ik wil die graag met je proberen. En dan ben ik benieuwd bij het volgende consult hoe je, of je die hebt kunnen toepassen of niet. Dat is goed. Beginnen we gewoon met punt 1. Weet wat je eet. Lees je wel eens etiketten op dit moment of helemaal niet? Af en toe. Ik denk 1 op de 4 productjes, denk ik wel. Oké. En wat is de reden dat je dat dan doet? Ik ben wel benieuwd hoeveel calorieën iets bevat. Oké. Precies dat inderdaad. Dat is wel best wel belangrijk. Weet je toevallig hoe afvallen werkt? Of niet? Ja, wel een beetje in een grote richtlijn hoor. Zou je dat voor mij in de zin nog eens willen uitleggen hoe dat werkt? Dat afvallen? Ja, volgens mij heb je een behoefte. Yeah. Dat is bijvoorbeeld hoeveel calorieën je nodig hebt om op gewicht te blijven. Precies. En volgens mij om af te vallen moet je gewoon daaronder zitten. Een ja, x aantal calorieën. Ja, nee, dat klopt helemaal inderdaad. Dit zou je ook kunnen doen door bijvoorbeeld een app te gebruiken. Maar dan wil ik eigenlijk later een beetje kijken. Ik wil eens kijken of je dit kan toepassen. Oké. Het is gewoon heel belangrijk om etiketten te lezen. Zodat jij weet wat er in je product zit. Dan hoef je voor mij echt niet alles door te nemen. Belangrijk voor mij is dat je erachter komt of het product vooral bestaat uit eiwitten, uit vetten of uit koolhydraten. Oké. En of er veel calorieën zitten of niet. De rest maakt niet zo heel veel uit op dit moment, omdat we vooral bezig zijn met afvallen. Oké. Nou, ik heb dan ook de macronutriënten, zo heet het dan, heb ik dan ook inderdaad neergezet. Dus daar ga je dan vooral op letten op die etiket. Hè? Daar rechts zie je een afbeelding. Dat is de verdeling van je bord. Dus stel als je ooit een app gaat gebruiken, hoef je deze percentages niet aan te houden. Dit is echt puur hoe je bord er fictief uitziet. Ja. Stel als jij vanavond met je vriendin gaat eten en je hebt je bord voor je, dan is je bord eigenlijk evenredig gesplitst. En dan hoop ik dat je bord er ongeveer evenredig uit kan zien qua koolhydraten, vetten en eiwitten. Dat je ongeveer net zoveel aardappelen hebt als je vlees hebt, als dat je groenten hebt. Oké, ja. Duidelijk. Bij ontbijt. Je zei net al volgens mij dat je havermout nam. Ja. Kies inderdaad bij ontbijt voor een langzaam koolhydraatbron. Ik kom later daarop terug. Zoals havermouten inderdaad. Oké. Ik zal dadelijk vertellen waarom ik dat adviseer. En gebruik bij hoofdmaaltijden het liefst maar 1 vetbron. Dus ja. Zou jij 1 vetbron op kunnen noemen die je zou gebruiken tijdens het avondeten? Bedoel je dan bijvoorbeeld gehakt? Ja, precies. Inderdaad, maar als je dat dan bijvoorbeeld bakt in olijfolie, dan heb je 2 producten die erg vettig zijn. Dus probeer bijvoorbeeld het gehakt in het eigen vet te laten bakken. Oké. Of kies voor 2 magere vetbronnen. Hè? Dus je kan ook voor mager gehakt kiezen. Ja.
Even kijken, ja, bak je dus in een olijfolie, heb ik ook bijgezet. Kies dan voor een maag eiwitbron, zoals kipfilet, zodat je ei of je vetten laag kan houden. Oké. Je tussendoortjes. Ik raad wel aan om tussendoortjes te gaan nemen. Ja, dan ga ik toch eventjes gelijk naar punt 5 tussendoor. Ook om terug te komen op die langzame koolhydraten. Ja, wat je rechts ziet is ongeveer de bloedsuikerspiegel die je op dit moment hebt. Dus je eet best wel veel producten die hoog zijn in vetten en in suikers. Ja. Die laten best wel snel je bloedsuikerspiegel stijgen. Heb je bijvoorbeeld het gevoel dat je best wel hyperactief kan worden of best wel moe juist na het eten? Ja, moe vooral, denk ik. Oké, okay, ja, nou, dat komt dus omdat je bloedsuikerspiegel moet heel snel werken en die schiet heel erg snel omhoog. Okay. Daarna schiet hij weer in één keer omlaag en dan beland je in een dip en dan word je wat moeier inderdaad. Dus je kan heel snel je heel hyper voelen en daarna een stuk moeier. En omdat jij best wel onregelmatig eet en best wel calorierijk, gebeurt het heel snel bij jou. Door je dag te beginnen met langzame koolhydraten, zie je links dat je bloedsuikerspiegel bijna niet omhoog stijgt. Natuurlijk wel iets, maar niet zo hoog als daarvoor. Daardoor kom je ook niet in die dip te zitten. En door ook daartussendoor tussendoortjes te nemen, willen we eigenlijk die bloedsuikerspiegel gelijk houden. Dus vandaar dat ik aanraad om dat wel te gaan doen. Ja. Ja, bij je eerste of tweede tussendoortje zou ik aanraden om een koolhydraatrijk product te kiezen of een vetrijk product. Oké. Weet je toevallig waarom ik dat zou adviseren en niet tegelijkertijd? Omdat een tussendoortje een kleinere maaltijd is. Ik heb geen idee eigenlijk. Ja, precies. Dus dan koolhydraten en vetrijke producten zitten best veel calorieën in. Ja. Dus die willen we in het begin vooral vermijden door die heel veel samen te nemen met de tussendoortjes. Oké. Okay. Ja, dus kies één van die twee producten en vul die aan met eiwitten en of groenten. Eiwitten zijn de bouwstof voor je lichaam, dus die willen echt heel hoog houden. Ja. Zodat je spieren ook kunnen. Zodat je meer spiermassa kan krijgen. Okay. En groente is best wel vezelrijk. Weet je waar dat voor zorgt toevallig? Ja, dat je beter naar het toilet kan. Ik heb geen idee wat vezels voor de rest doen. Ja, en het geeft best wel een vol gevoel. Dus je zou merken dat als je veel sla neemt of sla, dat je best wel snel vol zit. Ja. Er zitten weinig calorieën in, dus vul vooral je tussendoortje aan met iets van groente bijvoorbeeld of zo. Oké. Okay. Derde tussendoortje doe je nu al. Je kiest voor kwark vaak. Probeer dat echt structureel erin te houden. Oké. Okay. Zodat je spieren ook in de s'nacht blijven groeien uiteraard. Ja, en dat zijn eigenlijk de regels die ik je wil meegeven voor vandaag. Ja, zijn de regels een beetje duidelijk? Ja, het is echt wel heel duidelijk opgesteld en ik snap het nu wel echt allemaal. Oké, okay, top. Ja, dan zet ik ook voor de volgende keer eventjes erbij dat we dat weer even doornemen. Vraag eventjes hoe het is gegaan. Ja. En zou je voor mij volgende keer dan ook 4 dagen je voeding bij me houden? Dus dat je even opschrijft voor jezelf: oké, wat heb ik gegeten en wanneer? Oké. Okay. Ja, dat was het eigenlijk voor de aankomende keer. Is het een beetje duidelijk wat we volgende keer allemaal gaan doen? Ja, ja, ja. Dus okay. Mijn voeding even bijhouden, 4 dagjes. Ja. Met tijdstippen. We gaan regels weer eventjes doornemen, kijken of ik ze nog snap en hoe ver we daarin zijn. Ja, ja dat moet je te passen hè, op je eigen voedingspatroon. Dus ja. Kijk hoe ver je komt. Als het niet lukt, stuur me een bericht, dan help ik je uiteraard. Is goed. En dan gaan we daar volgende keer mee aan de slag. En dan wil ik volgende keer ook wat verder ingaan op je tussendoortjes. Maar dat komt is de volgende keer allemaal pas. Okay. Dat je de aankomende week vooruit kan gaan. Ja, tuurlijk, ja. Oké, okay, top. Heb je nog vragen voor vandaag? Nee, voor nu eigenlijk niet. Alles is echt duidelijk uitgelegd. Oké. Okay. Ik denk dat ik echt wel aan de bak kan. Wanneer zal de volgende afspraak zijn?
Mijn afspraak doen we volgende week. Dus die, okay. Die doen we volgende week hetzelfde tijdstip, hetzelfde, hetzelfde moment. En dan spreken we elkaar. Is goed, dan zou ik wel zorgen dat ik alles af heb. Ja. Is goed. Zien we elkaar dan. Is goed. Dankjewel voor je tijd, hè. Doei. Doei.